Ik sta hier bij de 5 initiatiefnemers van Hoge Nood. Om te beginnen sta ik bij... Saskia. Saskia, wat is er vandaag te doen? Nou, wij zijn vandaag al heel de dag met een hele grote groep gezellige, leuke mensen aan het zingen. En allerlei leuke, verschillende zangoefeningen en bewegingsoefeningen aan doen. Maar uiteindelijk gaan we het lied One Day zingen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. En wat is het doel daarachter? Om weer samen, om te ervaren hoe fijn het is om weer samen te zingen en samen te verbinden. En gewoon blij zijn met elkaar. Dat is eigenlijk het doel erachter. Wat is het voor een lied? Het is een heel bekend lied. Voor sommige mensen, het was niet voor iedereen, maar het is een lied over verbinden, over samen willen zingen, samen zijn. Waar zou ik het van moeten kennen? Waar zou je het van kunnen? Goeie vraag. Het is... Stel alleen maar goede vragen. Ja, waar kennen mensen het van? Ja, wij zijn het ook tegengekomen op YouTube. Het is in de... Ja, ik zou zeggen, zing een stukje. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say okay. That we don't wanna fight no more. Ja, oké. Dankjewel. En waar gaat het liedje over? Het gaat vooral over verbinding met elkaar voelen. En dat we eigenlijk de wereld een mooiere plek willen maken samen. Daar zingen we eigenlijk al 40 jaar over. Nu een nieuwe generatie, we proberen het nog maar een keer. Het lijkt niet te helpen, hè? Jawel, uiteindelijk gaat het helpen. Dit gaat, ik denk zoiets gaat de wereld in en dat veroorzaakt een rimpeling. Goede energie de wereld in. Ja. En hoe gaat het? Het gaat heel erg lekker, ja. Ja? We hebben ontzettend geconcentreerd geoefend en zijn we klaar om het echt uit te voeren. Hartstikke mooi. In welke categorie valt u, Bas? Bas, ja. We zijn maar met z'n drieën, dus we moeten geconcentreerd en hard werken, maar het gaat goed met z'n drietjes. Ja. Succes nog één keertje, hè? Ja, nog één keertje, ja. Hoor. Succes. Dankjewel. En dames, hoe gaat het? Hoe gaat het? Het gaat heel goed. We hebben echt ons best gedaan vandaag. En van tevoren een briefje ingevuld van wat we zagen. Waarom loopt de rest nou allemaal weg? Omdat zij nog beter zingen. Dan ga ik even vragen. Dames, waarom lopen jullie weg? Nou, wij vinden dat Karen onze gevoelens heel goed verwoord, hè? Ja, maar ze is nog niet klaar en jullie moeten het afmaken. Hoe gaat het? Nou, het gaat gezellig. We hebben het gezellig. Het is hartstikke leuk. Leuke middag. En waar gaat het om? Gezelligheid. Is er een hogere boodschap? Die is er waarschijnlijk wel, maar ik denk dat je die bij iemand anders moet halen. Ik weet hem. Oh, oké. Okay. Weet jij hem ook? Ja, verbinden, hè. Verbinden was het, maar ik heb het ook niet op mijn briefje geschreven. Nee, maar dat is alles. Het woord dekt de lading. En gezelligheid. Ja, wij vonden gezelligheid ook echt heel belangrijk. Ja, natuurlijk. Ja. Nog één keertje? Verbinden. Nee, ik bedoel nog één keertje. Oh! We verbinden de hele dag, maar we gaan het nog één keertje doen. Ja. Ja, we gaan het nog één keertje hier neerzetten. Okay, nou, succes dames. Dankjewel. Hoe gaat het? Ja, fantastisch, dankjewel. Als je geluisterd hebt, anders zou je het wel mee hebben gekregen. Hè? Ja. Dat is wel een moeilijk liedje of... Nee, het is wel een heel mooi lied. Het is niet zo heel moeilijk, maar het is wel een mooi lied. Ja, want de bas is niet zo moeilijk, hè? Nee. Dat is niet erg. Nee. Je kan op andere dingen letten. Maar je kan... Ja, dat is zo. Maar de mensen die zingen het ook echt uit hun hart. En dat is belangrijk. Het is een mooi nummer. Echt een mooi. Dat vind ik ook. Dankjewel en succes. Graag gedaan. De groet aan S. Want het is altijd zo leuk om zingend naar huis te gaan.
Lukt het? Ja, gaat uitstekend. Ja. Goed zo. Mooi. Doe je best. Ja, dank je. Ja, en dan moet ik doorpraten, net zoals op de tv, dan hoor je je hallo. Hallo. Ja, vind je het leuk? Ik vind het heel leuk. Ik zing normaal niet zoveel en nu een hele dag wel, dus dat is hartstikke leuk om te doen. En waar ben je? Ik ben een alt in dit gezelschap vandaag. Alt leuk? Alt leuk, inderdaad. Heel goed. Oké, nou succes. Dankjewel. Doei. Maar ik hoorde John Lennon 40 jaar geleden al zingen, Give Peace a Chance and War is Over. Klopt, maar ze hebben dit in Israël gedaan, met Palestijnen, met Hebreeuwen, en dat hadden we 40 jaar geleden ook niet kunnen denken dat ze dat zouden doen. En ja, ik ben ook positief hoor, ik ben ook positief. Dus ik denk dat het ons gaat lukken. Ja, ik vind het ook een heel goed initiatief. Iemand moet het voorbeeld geven. Ja. Als je het niet doet, gebeurt het nooit.